ben 2 weken heerlijk weg geweest naar de zon. En helemaal bijgekomen en dat was heel fijn. Voor mij is dat ook een vakantie. Ik kon weer wat tijd inhalen met mijn gezin. En dat was ook wel nodig, want het was druk geweest. En, dus ik ga toch echt voor die herinnering. De ultieme zomeravond, nou, dat is een beetje dit. Het moet natuurlijk wel droog zijn. En ik, ja, heel simpel, ik heb niet heel veel nodig. Het kan met familie zijn of met vrienden. Gewoon liefst zo lang mogelijk buiten zitten met een wijntje. En met Donald. Dat is typisch Donald. Hey. Ja, wat het sowieso heel anders maakt, is dat Donald steeds om je heen staat te dartelen. Dat is heel leuk. Nee, ja, Disney, ja, je wordt toch weer een beetje kind of zo. Dat vind ik, er gebeurt iets magisch met je. En ik denk dat we dat meenemen het podium op zo. Alles wel meegemaakt, we hebben 1500 optredens gedaan. Maar dit is wel, het park Disneyland, dat vormt sowieso wel een heel mooi decor. En zoals Simon al zegt, ja, iedereen die hier komt voelt zich even kind. En we hebben het bij de voice-kandidaten bijvoorbeeld gezien. Ja, na een lange busrit vonden ze toch, viel alles van ze af als ze Mickey of Donald zagen. Het werkt gewoon. Iedereen is ermee opgegroeid met Disney. En ik denk ook dat bijvoorbeeld de prijswinnaars van 100% NL straks in een hele goede stemming zullen zijn. Omdat ze de hele dag in het park hebben kunnen doorbrengen. Mijn kids zijn nu net iets te jong nog, denk ik. Maar zo gauw ze oud genoeg zijn, dan moeten we hier toch wel een keer naartoe. Ja. Want je merkt wel dat, ja, dat ik hier in tegenstelling tot Nederlandse pretparken wel rustig rond kan lopen. Dus het lijkt me een leuk uitje. Ja, ik ga wel naar pretparken met het gezin. Maar dat is wel, zoals ik al zei, natuurlijk altijd wel een uitdaging. Want je wordt aangesproken, herkend. En dat is op zich niet erg. Maar ja, als je met je kids bent, is dat eigenlijk wel de bedoeling dat je de aandacht voor hun hebt. Okay. Ik hou het dan toch een beetje bij het klassieke. Mijn favoriet blijft toch Donald. Ja, die wilde ik dus net kiezen. Dus ja, daar ga ik al. Kwek. Ja. Ja, want die kwik, dat is toch zo'n erg handballetje de laatste tijd. Blij zijn jullie dat jullie deze prijs gewonnen hebben. Echt super blij. Ja, echt hartstikke ja, leuk. Is ja, echt super. Ja. Absoluut. Zal nog wel eventjes in onze herinnering blijven. Ja. Ja. Leuke wat? Nummers gezongen inderdaad. En Rosanne hebben ze ook gedaan, was echt super vet. En ja. Ze hebben ook nog een stukje van de jeugdvertegenwoordiger gedaan, was echt gaaf. Was echt een leuke show. Absoluut. Ze hebben een kleine groep en daar mag je bij zijn, dat is echt wel geweldig. Ja. Zeker. Absoluut. Dus, wat vonden jullie van de locatie? Locatie, heel bijzonder. Uniek. Ja, dat is één keer in je hele leven dat je dit mee gaat maken. Ja, dat was echt leuk. Ja, ja zeker weten.